mijn tweede moedertje. Hallo. Dag, ik denk schat. Dat je misschien een beetje hulp nodig. Zeker. Hoe is het? Dat is L.A., hè? Kom binnen. Luchtkusjes. Patricia Pai is natuurlijk de mother of all the gays, maar het is ook een beetje mijn eigen moedertje. En we kennen elkaar al een tijdje via social media, we spreken wel eens af. En ik vond het wel leuk om Patricia Pai even te bellen als ze me even wilde helpen met de slaapkamer. Hoe doe jij deze? Ik doe het gewoon op zijn... Hoe doe jij dat dan? Nou, ik doe... Doe jij het op zijn Rotterdams? Nou, ik doe altijd eerst dat ding neerleggen. De... Hoe heet het? De hoes neerleggen. Volgens mij heb jij gewoon iemand die jouw bed opmaakt. Nee, ik maak mijn eigen bed op. Oh. Maar ik doe er wel lang over, moet ik zeggen. Echt? Want sommige mensen kunnen dat, hè, met die punten erin en dan flof. Oh, dat kan jij niet? Nee, dat kan ik niet. Nou, doe jij het kussen maar aan. Doe ik wel het dekentje. Laat mij dat eens even zien hoe jij dat doet. Misschien leer ik wat. Maar heb je haar dat ook geleerd? Ja. Kijk, schat, dan doe je dus de puntjes, die pak je dus hier zo vast. Kijk eens hoe ik dat doe. Ja. En dan doe je gewoon... Voilà. Nou ja. Nou, wie heeft wat geleerd vandaag? Oh, dan heb zij ook wat van mij geleerd. Ja, ik heb haar geleerd met de punten en hoe het allemaal moet. Okay. Ze zegt, nou heb ik weer wat geleerd. Dus ja. Ik heb gewoon een 73-jarige vrouw wat geleerd.